Hoi, ik ben Arthur Kraaks van Meester Arthur. En via TikTok krijg ik de vraag van Nina over twee sommen, die ik in dit filmpje ga uitleggen. Nina geeft aan dat ze bepaalde keersommen heel lastig vindt. En dat gaat om de som 5 keer 123. En bijvoorbeeld ook eentje die ze echt heel lastig vindt is 234 keer 4567. En in dit filmpje ga ik op verschillende manieren laten zien hoe je dit zelf kan berekenen. Er zijn natuurlijk nog veel meer manieren dan ik hier in dit filmpje kan laten zien, maar ik hoop dat het je een beetje op weg helpt. Tip 1 die ik je mee wil geven is dat je de dingen op kan schrijven. Meestal, zeker ook op school, gaat het niet om hoofdrekenen. En dus mag je even een A4'tje of een ander blaadje pakken of een whiteboardje, waarmee je even de som kan opschrijven. Dat doe ik zelf ook nog steeds. Want daardoor snap ik beter wat ik aan het doen ben. En je kan dan krassen en dingen doorstrepen, verplaatsen, zonder dat dat op het antwoordenblad komt. Ja, daarmee heb je een geheugensteuntje. Tip 2 die ik je mee wil geven, is dat je een voorstelling moet maken van de getallen. Je moet het voor je zien. Als ik twee mensen zie, kan ik in mijn hoofd, dat is het voordeel van mensen, we kunnen twee mensen ook echt zien in ons hoofd. 25 mensen lukt me ook nog wel. Maar zoals hier staat, 2.347.895.123.456 mensen voor me zien, dat lukt me niet meer. Dan zie ik één grote brei en ik weet echt niet meer hoe groot nou dat getal is. Het makkelijkst wat je dan kan doen is er kleine groepjes van maken. En die groepen die kan je weer voor je zien. In dit geval zou ik bijvoorbeeld 1 biljoen groepje maken. Dus dan heb je twee groepjes van 1 biljoen. Dan zie je toch twee groepen voor je. Op die manier kan je het versimpelen. Dus maak het klein en zie het voor je. Waardoor je ook, als een uitkomst ineens heel anders is, kan denken, hè? 3 plus 3 is 900, dat klopt dan niet meer. He, dat zie je zo voor je. 3 plus 3 kan nooit 900 zijn. Maar als je met miljarden of biljoenen of weet ik veel wat gaat werken, dan zie je dat soms niet meer. In het laboratorium had ik dat ook vaak. Dan zat je er net 2 of 3 nullen naast. Maar dat kan behoorlijk een fout geven wat je niet wil op het laboratorium. Dus maak het in groepjes, maak het kleiner en zorg dat je de getallen ziet. Tip 3. Je kan de som altijd makkelijker maken door ze om te draaien. Als er bijvoorbeeld staat, dat moet ik wel doen, 123 keer 5 is, dan kan je denken, hey, maar die 123 keer 5 vind ik lastig. Ik vind het makkelijker om het om te draaien en dat mag bij deze keersommen. Je mag zeggen, dat is hetzelfde als 5 keer 123. En vaak vinden mensen het kleinste getal vooraan zetten makkelijker dan het grootste getal vooraan zetten. Maak er een optelsom van. Dat heeft ook weer met de vorige te maken, dat je dingen kan zien. Wat ik net al zei, je moet de getallen voor je zien. Een keersom kan je ook anders noemen. Dat kan je bijvoorbeeld ook zeggen, 5 keer 123 is hetzelfde als 123 plus 123 plus 123 plus 123 plus 123. Dat zijn dus 5 groepjes van 123. Om het eventjes visueel te maken, dan heb ik hier bijvoorbeeld een paar rondjes. En hier nog een groepje. En hier nog een groepje. En hier nog een groepje. Allemaal 4 rondjes bij elkaar. Groepjes van 4. 1, 2, 3, 4, 5 groepjes van 4. Dus deze som is dus als je een plussom maakt, 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Maar je hebt dus ook 1, 2, 3, 4, 5 groepjes van 4 is dus 5 keer een groepje van 4. 5 keer een groepje van, dat laat ik dan even weg, 4 is, nou je kan ze gewoon tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en de laatste is 20. Op deze manier leer ik vaak ook de tafels aan, dat je ook weet van, maar wacht, wat is een keersom nou? Een keersom is niks anders dan 5 keer een groepje van, in dit geval 4. Zeker als het gaat om grote getallen, dan splits ik die getallen op.
dat is voor mij een makkelijkere manier om dat te bereiken. En ik zal je laten zien wat ik bedoel. Bijvoorbeeld bij de 234 keer 4567, dan splits ik die 4567 op in dit geval 4567. Want dat vind ik makkelijker rekenen. 234 keer 4000 vind ik makkelijker dan gelijk ook die 567 erbij. In het klein kan je het hier zien, het splitsen van 8 is bijvoorbeeld ook 6 en 2. Want 6 plus 2 is 8. Rekenen in de som. En dat ga ik uitleggen met een klein getal. Als je bijvoorbeeld in dit geval 4 keer 10 doet, dan weten de meesten van jullie wel dat 40 is. In dit geval kan je deze bijvoorbeeld keer 2 doen. En 2 keer 4 is 8. En als je dat doet, moet je die andere in dezelfde som niet keer 2 doen, maar gedeeld door 2. Dus als je de ene keer doet, moet je de andere gedeeld doen. Dus 10 gedeeld door 2, ik hoop dat je het zo ziet, is 5. En 8 keer 5 is misschien een lastigere som, maar is gewoon 40. Dus op die manier kan je zien dat als je deze bijvoorbeeld keer 2 doet, dan moet je die andere gedeeld door 2 doen. Je kan hem ook bijvoorbeeld keer 5 doen. En 4 keer 5 is 20. Dan moet je die 10, dus niet keer 5 doen, maar gedeeld door 5. Dus 10 gedeeld door 5 is 2. 20 keer 2 vind ik weer moeilijker rekenen. Mag je ook omdraaien. Is dus 2 keer 20 is ook 40. En op die manier kan je zien dat je dus binnen de som ook nog kan rekenen, waardoor het soms makkelijker wordt. Soms is het gewoon zo moeilijk en met zoveel grote getallen dat een rekenmachine een hele goede uitkomst is. In de meeste toetsen die je tegenwoordig krijgt, staat dan zo'n rekenmachientje. Vergeet er niet naar te kijken. Zeker bij CITO zijn ze daar heel goed in. Dan zie je ineens zo'n klein rekenmachientje. Die mag je dan ook gewoon gebruiken. Je kan de rekenmachine natuurlijk ook gebruiken om jezelf te controleren. Zodra je die som hebt uitgerekend op de manier die ik net hiervoor aangaf, en je twijfelt of je denkt, ik wil het even zeker weten, ik wil mezelf controleren, en je hebt geen antwoordenboekje, dan kan je ook gewoon de rekenmachine gebruiken. Net zo makkelijk. Dit waren mijn tips om deze sommen te berekenen. Ik ga je nu nog even laten zien hoe ik het zelf zou doen. De som 5 keer 123 zou ik zelf doen 5 keer 100. Dus 500. 5 keer 20. Want de 2 in 123 is een 20. Een tiental, hè? 5 keer 20 is 100. Ik zie dat al voor mezelf. En 5 keer 3 is 3 keer 5, want dat moet ik omdraaien, is 15. Dat zet ik dan ook weer netjes onder elkaar, dat die eenheden, die tiental en die honderdtal onder elkaar staan, want dit wordt een plussom. En dan heb ik 5 plus 0 plus 0 is 5, 1 plus 0 plus 0 is 1, en 5 plus 1 is 6. En 615 is dan het antwoord. Zoals ik al zei, kan ik dan ook nog controleren of het wel klopt. En dan typ ik in 5 keer 123 is 615. Het klopt. Dan hebben we nog die hele lastige som. 234 keer 4567. Ik schrijf hem even op. 234 keer 4567. Dit is gewoon ook heel lastig, want het zijn hele grote getallen. Dus in mijn, vanuit mijn tips zou ik zeggen, gebruik een rekenmachine. En als je dat doet, dan heb je 234 keer 4567 is 1.068.678. Maar je wil natuurlijk weten hoe je dit zonder rekenmachine kan doen. Dat zal ik je ook nog even vertellen. Kan ik gelijk kijken of ik het zelf nog wel kan. In dit geval zou ik hem splitsen. Wat ik straks ook al liet zien, maar ik zou het dan toch andersom doen. Dat is namelijk hetzelfde als 200. Deze splits ik dus. Hè.
in 230 en 4. Dus 200 keer 4567. Ik splits hem op in 30 keer 4567. En ik splits hem op in 4 keer 4567. Daar komen 3 getallen uit. En die tel ik dan weer bij elkaar op. Op een nieuw blaadje doe ik weer even de eerste 200 keer 4567 is. Nou, dan zal ik even nog een tip geven. Die had ik niet genoemd in de andere tips, maar deze nullen van de 200 mag ik tijdelijk in deze som even weglaten. Als ik ze strakjes maar weer toevoeg aan het antwoord. 2 keer 4567 is 2 keer 4000 plus 2 keer 500 plus 2 keer 60 plus 2 keer 7. 2 keer 4000 is 8000. 2 keer 500 is 1000. 2 keer 60 is 120. Je kan hier eventueel deze 0 ook weglaten. 2 keer 6 is 12. En dan die 0 weer toevoegen, dus 120. En 2 keer 7 is 14. Hier maak ik een plussom van. 4, 3, 1, 9. 9.134 is het antwoord van 2 keer 4.567. Die twee nullen moet ik nog toevoegen. Het antwoord is 913.400. 30 keer 4567 ga ik ook weer op een ander blaadje uitrekenen. Ook bij deze som kan ik deze nul tijdelijk even weglaten. En dan krijg ik dus 3 keer 4000, 3 keer 500, 3 keer 60 en 3 keer 7. Keer 4000 is 3 keer 4, is 12. En die 3 nullen van de 4000 moet ik toevoegen. Het is dus 12.000. 3 keer 500 is 1500. Die weet ik gewoon, maar je kan dus ook weer 3 keer 5 doen. Is 15. En dan die 2 nullen toevoegen is dus 1500. 3 keer 6 is 18. 1 deel erbij is 180. 3 keer 7 is 21. Dit wordt weer de plussom. 1. Dit wordt 10. Dus 1 onthouden. 5 wordt 6. 7. 3. En 1. Wat vaak vergeten wordt in dit getal, is dat deze nu wordt overgenomen naar de eerste som die we hebben. Maar we zijn nog wat vergeten. Dat streepje wil ik niet. Er moet namelijk nog een 0 bij, want we hebben hier 3 keer 4567 uitgerekend en het gaat om 30 keer, dus hier moet nog een 0 bij. Het is dus 137.010. 137.010. En de laatste som die we moeten doen is 4 keer 4567 en die reken ik er even uit op een ander blaadje. Dat wordt dan 4 keer 4000. 4 keer 500, 4 keer 60 en 4 keer 7. En dat wordt weer een plussom. 4 keer 4 is 16 en dan die 3 nullen moet je er weer achter zetten, dus 16.000. 4 keer 500 is 2000. Weet ik gelijk, maar je kan dus ook weer die 2 nullen hier weghalen. 4 keer 5 is 20, 2 nullen weer toevoegen. 20, 2 nullen erbij, heb je 2000. 4 keer 6 is 24, 1 nul erbij is 240. En de laatste 4 keer 7 is 28.
En dan krijgen we weer de plussom. Zorg dat je altijd de eenheden, de tientallen, de honderdtallen, de duizendtallen en de tienduizendtallen gewoon onder elkaar zet bij die plussommen. Anders ga je dus de tientallen met de eenheden verwarren en verwisselen en dan krijg je een verkeerde uitkomst. 8 plus 0 plus 0 plus 0 is 8. 2 plus 4 is 6. En die 2 plus 4 zijn dus tientallen. Dus eigenlijk zeg ik 20 plus 40. Vandaar mijn opmerking. 200 zeg ik. 200 blijft 200. 6 plus 2 is 8. Dat zijn dan de duizendtallen. En een 10.000. Hier hoef ik geen nullen meer toe te voegen, want ik heb gewoon 4 keer 4567 gedaan. Is dus 18.268. En dan gaan we nu een optelsom maken. 8. Dan hoop ik dat die gelijk is zometeen. 7. 2 plus 4 is 6. 8. Plus 3 is 11. Is 8. 10. Dus die 10 onthoud ik. Dus hierbij optellen. 1 plus 1 is 2. Plus 3 is 5. Plus 1 is 6. 9 en 1 is 10. En die 10 kan ik dan hier gewoon opschrijven. Als het goed is, is het antwoord 1.068.678. Ik ga heel even kijken of dat hetzelfde antwoord is als dat met mijn rekenmachine. Je ziet het, de rekenmachine is veel sneller. Maar als je wil, kan je het dus zelf ook gewoon berekenen op een logische manier. En soms moet dat op een school. En aan de andere kant denk ik met dit soort getallen. Als je weet wat je doet, joh, gebruik gewoon lekker de rekenmachine. De presentatie die ik gebruikt heb voor dit filmpje kan je hieronder downloaden als PDF-formaat. Ik hoop dat je dit een leuk filmpje vond. Like het als je dat zo vindt. Abonneer op mijn kanaal. Einde van deze kennisclip. Tot de volgende keer. Doei doei.